Die bewijzen van God Mozes roeping zullen Farao niet overtuigen. Doch ik zal, vers 21, zijn hart verstokken, dat hij het volk niet zal laten gaan. De Heere zegt, ik zal ervoor zorgen dat Farao niet zal luisteren. Ik zal ervoor zorgen dat Farao zijn hart zal pantseren tegen God. Zo staat het hier. Doch ik zal zijn hart verstokken. Ja, terwijl ik het zeg, dan zie ik het ook op uw gezicht en denk ik, ja, wat staat hier? Wat gebeurt hier? Als je hier een beetje over nadenkt, dat roept wel heel wat vragen op. Ik zal zijn hart verstokken. Is God zo? Dat hij er zelf de hand in heeft dat mensen niet naar hem luisteren? Dat hij er zelf voor zorgt dat het hart van Farao gepantserd wordt? Heeft God er zelf de hand in dat mensen hem niet gehoorzamen? En dat mensen vervolgens wel gestraft worden omdat ze doen wat God deed? Daar staat nogal wat. Ja, je zegt het niet hardop, maar heel eerlijk, dat is toch oneerlijk dat mensen gestraft worden voor iets waar ze zelf niks aan kunnen doen, maar wat God gedaan heeft. Dat is toch oneerlijk? Hoe kan de Heere zoiets doen? Ik zal zijn hart verstokken. Ja, als dat waar is. Maar dan zou je bijna gaan zeggen, dan is de Heere blijkbaar de oorzaak van de zonde. Ja, en dat kan niet waar zijn, hè? Wij zijn goed gereformeerd in de belijdenisgeschriften op verschillende plekken. Heel, God is niet de oorzaak of auteur van de zonde. Dus voor altijd, jong en oud, onthoud het voorgoed, voor heel je leven. God wil nooit de zonde. Dat moet je altijd als uitgangspunt. Er kunnen de vragen zijn. God kan nooit de oorzaak van de zonde zijn. God wil de zonde niet. Dat moet je echt altijd vasthouden.